Hallo? Hallo? Oh, hoi! Hallo beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Enkie. En wat leuk dat jullie er weer zijn. We zijn vandaag gewoon weer hier bij de garage en ik heb toch zo'n leuk idee om vandaag weer iets te monteren. En het is al een tijdje geleden dat ik heb gemonteerd. De sneeuw is weer weg. Gelukkig, ik vond het toch wel een beetje stom al die sneeuw. Maar leuk dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag iets superleuks monteren. Ik heb een tijdje geleden heb ik iets heel leuks gemonteerd. Maar voordat de video begint, moet je zien. Pauw! We hebben inmiddels al zoveel abonnees. Oh, het schiet zo ontzettend op nu. We komen zo dicht bij die 100.000. We zijn er bijna. Abonneer zeker even allemaal. Als je abonneert en je reageert, ik ben geabonneerd, dan geef ik je reactie een hartje. Maar ben je al geabonneerd en je zegt het dan, dan geef ik je geen hartje. Want dan moet je namelijk... Hey Toos! Dan moet je namelijk reageren. Appelmoesje. Als je al die tijd al was geabonneerd. Maar als je nieuw bent, dan zeg je alleen ik ben geabonneerd. Anders zeg je appelmoesje. Welkom! Maar goed, kijk, een tijdje geleden, kijk eens, heb ik deze prachtige auto gemonteerd. Deze Audi... Nog wat dus, R8 of zo, geen idee. Ik heb helemaal geen verstand hiervan, joh. Deze was van Roy, maar ik vond de roze natuurlijk is zoveel mooier dan de lelijke rood. Rood. Roze is veel mooier. Dus ik dacht, weet je wat? Bij deze auto hoort eigenlijk nog een andere auto, hè, die eigenlijk een beetje erop lijkt. En ik kan wel allemaal helemaal geheim gaan doen en niet zeggen wat het is. Maar jullie hebben natuurlijk al lang de titel en thumbnail gezien. Dus ja, we gaan die Lamborghini Huracan... Parfum of zo, die gaan we. Geen idee hoe die heet. Ja, Lamborghini Huracan. Ja, die gaan we maken. De Lamborghini Huracan parfum. Die groene of zo, weet ik van. We maken hem ook roze. Maar ja, daarvoor hebben we eigenlijk eerst een ander autootje nodig. Om een start van te maken. Althans, om een start te maken. Om mee te beginnen. Dus we moeten heel even iemands auto lenen. En vanaf daar kunnen we gewoon kijken wat we ermee doen. Dat is toch zo leuk? Dus laten we lekker snel... Oh, snel een dingetje zoeken. Een plekje waar we hem gaan lenen. En dan nemen we hem mee terug. Oké, kijk eens. Daar zijn we dan. We zijn bij de locatie aangekomen. Moet je zien wat een mooi huis. En wat een mooi hek. En kijk eens wat ik daar gespot heb. Een auto die er echt best wel op lijkt. Dus, weet je wat? Zou die het erg vinden als ik hem inruil? Auw. Kijk, als ik nou gewoon deze hier neerzet. En dan deze pak. Zoals dit zo. Nou, dan krijgt hij die lelijke roze. Dankjewel, meneer van de F of zo. Geen idee. Dankjewel voor de auto. Ik heb hem geleend. We brengen hem vast wel niet terug, sukkel. Nou, hij is wel heel traag. Hey, kijk eens, moet je zien hoe traag die nou is. Laten we deze even omtoveren tot een echte goede Lamborghini. Nou, daar zijn we dan weer. Oh, kijk eens, we zijn weer aangekomen bij onze garage. Opa! Nou, we hebben deze nieuwe zo, de Audi, die is achtergelaten. Die hebben we toch niet meer nodig, weet je. Ik rij er één keer in voor die video en daarna rij ik er eigenlijk nooit meer in. Dus zo, hoppakee. Nu moeten we wel een paar dingen doen. Hij moet wat langer moet hij worden. Hij moet nog, misschien nog net iets lager. Achterkant moet minder vierkant. Hij moet roze natuurlijk. Misschien een beetje groen erdoor. Dus ik ga al het materiaal erbij pakken, kijk eens. Ik ga alles pakken wat ik heb om dan iets prachtigs te gaan maken. Dat wordt zo prachtig. Laten we even kijken, misschien dat ik deze stoel er wel in zit. Deze stoel is wel mooi, toch? Oké, kijk eens, hij is helemaal klaar. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Oh, kijk, ik heb heel veel wielen hier, heb ik tegenwoordig als allemaal reserves. Dus die heb ik zo, dat is altijd fijn. Maar in ieder geval, laten we er snel heen gaan. Laten we kijken. Mijn hoofd. Maar er staat hij in 3, 2, 1, bam. Kijk hoe prachtig die is geworden, kijk eens. Met een groeie spoiler en hij is een beetje rare glimspulletjes achterop. Maar dat vond ik niet zo erg. Hij is helemaal roze en vervolgens moet je zien. Er zit een groene remklauw in. Nou, die zijn toch prachtig, kijk eens, die groene remklauwen. Ah, en moet je zien hoe mooi die is. Ik ben er zo blij mee. Ah, is hij ook, met goed glas? Ja. Oh, het glas was niet zo goed. Dat moet ik dus nog even repareren. Maar dat maakt niet uit. Ah, wat is hier prachtig. We gaan er even een rondje in rijden. En dan gaat het zo snel zijn. Nou, laten we gaan. Ah, we kunnen de eerste test doen. Normaal doe ik altijd een test door de stad. Maar met deze wil ik gewoon weer even een test. Ah, open nu. Hier door de riolering gedoe, weet ik veel hoe het heet. Hier doorheen gewoon doen. Ah, je kan altijd de leukste test doen. Dus laten we kijken hoe goed deze doet, kijkers. En laten we aftellen. Van 3, 2, 1, oh, daar gaan we. Oh, hij is heel snel. Oh, en hij slipt wel een beetje. Auw. Ah. Maakt niet uit. We kunnen snel terug. Ja, hoppakee. Hij is gelijk waterbestendig. Daar komen we ook achter. En dan keren we om. En dan gaan we terug. Kijk eens, let op. Daar gaat hij. Daar gaan we. En boost button. Oké, nu houden we het langer vol. Kijkers. Oh, nu hebben we de grip te pakken, hoor. Daar gaat die boost button. Water. Oh, oh.
alweer in het water. We eindigen altijd in het water. Ah. Nou kijk eens, we zijn er weer uit hoor. We zijn weer lekker aan het rondrijden. Ah, en er zijn nu een paar tests die we moeten doen. En normaal denk ik altijd een test door de stad. De test door de stad, maar die ben ik eigenlijk wel zat. Dus wat ik dacht is wat leuk kon zijn, is om misschien gewoon gelijk naar de sprong te gaan. De grote boze sprong. En die is deze kant op, dacht ik. Dus we gaan erin. Nou kijk eens, we zijn er. Laten we kijken of de grote boze sprong een goed iets is of hij het gaat redden. Oh, want die is zo eng, de grote boze sprong. Daar is hij. Oh, daar links is hij. Oh, daar gaan we. Oh, slippen recht en recht en. Oh, 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 auw. Oh, ja, nou, dit was prachtig, hoor. Nou, wat een prachtige sprong, Henkie. Je hebt het zo goed gedaan. Dan gaan we. We geven het gewoon nog een kans. We geven het gewoon nog een kans, kijkers. En. Zo. Ja, hij doet het goed. Hij doet het goed. De grote boze sprong. Ah, wat prachtig, hé. Waar gaan we landen? Gaan we gewoon rustig op het vliegveld landen? Mij gaan we gewoon rustig. Hoppakee. Auw, auw. We zijn in ieder geval geland. Ah, oh, wat jottem leuk is dit. Hè? Ja, ik ben hier zo blij mee. Hij doet het zo ontzettend goed. Kijk eens. En dan kunnen we hiermee driften. Zelfs hij drift zelfs hier niet. Oh, toch wel, toch wel. Wat voor test kunnen we nog meer doen? We kunnen de Mount Danger. Maar die heb ik ook al wel gehad. We moeten ook een beetje iets nieuws doen, hè, kijkers. Ik heb een idee. Oké, kijkers, dit is niet helemaal nieuw of zo, hoor. Maar dit heb ik al eens vaker gedaan. Ik doe wel eens met auto's of ik wil wat testen hier. En dan kijken hoe ver ze vliegen als ik ermee rijd. Kijken hoe ver ze wel niet weg kunnen vliegen. Als ik helemaal tot het eindje, het einde daar rijd. Dat ze dan zo, zo wegvliegen. Maar laten we nog heel even kijken naar deze prachtige. Goud. Kijk hoe mooi die is. Ah, hij is toch wel echt... Vooral in het roze. Dat vind ik denk ik het leukst. In het roze vind ik hem absoluut het leukst. Dus laten we gaan kijken. Dus we gaan de test proberen. Kijken hoe ver die kan vliegen als ik heel hard ga rijden. Vergeet zeker even niet te abonneren. Want in 3, 2, 1 gaan we. Wow. 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 Oh ja, nou dit is top. Oh, wow, we hebben het gewoon opgepakt. Dat was gewoon even flex naar de camera. 3, 2, 1. Ja. Oh, oh. Oké. Ah. Ah. Paal. Ah. Ah, ah, die paal deed wel heel veel pijn, hoor. Ah, laten we het nog een keer proberen. Zijn jullie er klaar voor? Ik namelijk wel. We gaan ervoor. We zijn onderweg. En daar gaan we. De sprong des doods. De sprong des doods. De sprong des doods. Hoera. Wow. Wow. Dit is denk ik wel een record, hoor. Oh, oh. En ik had ik denk die noodrem er nou op staan. Dat was niet de bedoeling. Ik heb altijd zoveel moeite met die Henkie noodrem. Nee, laat ik hem per ongeluk opstaan. Oh, ik vergat te remmen. Oh. Au. 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 Jee. Au. 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 Nee. Au. Dit gebeurt bij elke tijd. Nee, auto. Auto. Ah. 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 Au. Ik hoorde nog de auto crashen. Oh, nee. Kijk eens. Au. Jee. Waarom gebeurt mij dit altijd? Waarom gebeurt mij... Au. Nee, de auto is weer weg. Waar is hij nou weer beland? Kijk eens. Moet hij hem weer ophalen. Dat gebeurt wel altijd dit. Nou, kom op een beetje doorrennen. Waar is hij? Zou hij hier ergens liggen? Hij is gewoon weg. Waar is hij nou beland? Zie je links misschien? Ik gok hier links. Dat zou mij logisch lijken. Misschien in dit kuiltje. Nee, ook niet. Hé, waar ben je nou, auto? Hij is gewoon verdwenen. Hij is gewoon echt verdwenen. Ben ik zo ver weggevlogen dan? Nee, toch? Zo ver weg is hij toch niet? Nou, dit vind ik wel een hele gekkigheid, hoor. Dat hij gewoon verdwenen is. Kijk eens, hij is weg. Ik ga maar teruglopen, hoor. Kijk, ik was helemaal vanaf daar. Kijk hoe ver ik al ben. Hij is gewoon nergens te bevinden. Nou, dan moet ik maar terug. Nu ben ik gewoon echt verdrietig geworden. Autootje, waar ben je nou? Ik dacht echt dat hij hier gevaar... Oh! Hè? Hoe heb ik jou net niet gezien? Dit is de hele andere kant. Ik dacht dat je de hele andere kant op was gereden, joh. Hij is ook van het pad afgereden, gewoon zo. Zie je? Oh, nou, dat verklaart dus wel een heleboel, kijkers. Dat verklaart een heleboel. Nou, we hebben in ieder geval weer kunnen vinden. Instappen. Hoppakee, niks aan de hand. Gewoon doorrijden. Alsof er niks is gebeurd. Oh, en nu gelijk door. Gelijk door. Gelijk door. Oh, au, au, jee. Au. Ho, ho. Ja, 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 ja. Oh, en door, en door, en door, en door. Ah. Nou, dat ging nog redelijk goed. Oké, kijk eens. Deze test is denk ik wel gehaald. We kunnen nog één keer de Mount Danger test doen. Maar die heb ik al zo vaak gedaan. Misschien dat we een ander bergje kunnen vinden. Om de nieuwe Mount Danger te worden. Ja, ik vind andere Mount Danger ook nog steeds wel leuk hoor. Maar een nieuwe? Oh, hoe cool zou dat zijn? Zullen we nog een mooiere Mount Danger vinden? Of een nieuwe gewoon, waar we meerdere dingen kunnen doen. Dat zou toch zo leuk zijn? Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Oh, nee. Oh, water. Oh, water. Nee, water, water, water. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Oh, achteruit, achteruit. Oh, oh, kijk eens. Oh,
Oké, we staan niet helemaal in het water. Ja, nou oké, kijk eens. We gaan in ieder geval even kijken of we iets nieuws kunnen doen. Op naar de nieuwe berg. Oké, kijk eens. Ik heb wat leuks bedacht. Weet je wat? Zien jullie daar in de verte dat bergje? Als ik daar nou heel hard tegenaan rijd, dat ik misschien tegen zo'n windmolen aankom. En misschien vlieg ik dan weg. Waarschijnlijk niet, maar ik kan het proberen. Dus laten we het gaan doen. Laten we gewoon kijken hoe goed deze auto daarin is. Dat is misschien wel echt een van de moeilijkste tests die ik ooit heb bedacht. Oké. Oké, nee, dit zie je. Kijk, daarom. Dit wordt hem gewoon niet. Dit is gewoon veel te moeilijk voor hem. Maakt niet uit wat ik probeer, ook al ga ik deze kant op. Dit is gewoon veel te moeilijk voor hem. Behalve. Nee, oké, dit gaat hem gewoon niet worden. Maar ik vind het wel leuk om hier rond te vliegen. Yeah! Vliegen kan altijd. Oh jee. Gaan we door dat ding geraakt worden? Ah! Hey, we raakten hem! Nou, kijk eens, dat vond ik wel een aantal mooie tests, hoor. Ik ben heel tevreden met het eindresultaat van al de tests. Die hier gedaan zijn. Moet je zien hoe makkelijk die eigenlijk rijdt. Ook als je hem lekker zo op zijn makkelijke stand zet. Dan rijdt het zo ongelooflijk relaxed, kijk eens. Gewoon een beetje met de auto rondtoeren. Niks aan het handje. Niks gaande. Hier, dan stuurt hij zelfs helemaal top. Dan is er echt niks gaande. Wat fijn dit. Tot nu toe is dit denk ik wel een van de lekkere, makkelijkste rijdende auto's. Althans, ja, ik denk het wel. Die ik heb gehad. Behalve deze bocht dan. Oké. Behalve deze bocht. Nou, daar zijn we dan weer. We zijn lekker thuis. In alle rust kan ik hem in de garage zetten. Nou, ik remde net op tijd. Zet hem in de garage. Nou, dit past toch perfect zo'n auto in deze mooie garage. En een iets minder mooie auto. Dat is toch mooi? Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wou zeggen, zo val je met de deur in huis. Maar ik val met mijn hoofd in huis. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Kijkers, ik hoop dat jullie het echt leuk vonden. Comment even wat jullie nog meer allemaal willen zien voor auto's en fietsen en motors. En weet ik veel, vliegtuigen wat ik allemaal moet monteren. En dan ga ik dat zeker doen. Abonneer allemaal even, like even de video. Doe allemaal even een duimpje omhoog, 2000 likes. En dan spreek ik jullie later. Glaasje water, telt op 4. Flesje bier, doei! Yeah.